Goedenavond. Patiënten krijgen vaak minder behandelingen van hun arts. dan waar ze voor betalen via hun zorgverzekering. En volgens de Consumentenbond zijn daar geheime afspraken over gemaakt. tussen zorgverzekeraars en bijvoorbeeld fysiotherapeuten of psychologen. Patiënten weten daar dus niks van af. maar zijn er wel de dupe van, zegt ook deze fysiotherapeut. Soms gebeurt dat er complicaties uh, bij komen. en dan ben je echt niet in acht behandelingen klaar. Dan zou je er meer moeten geven. En de, de mensen die die gecompliceerde. Uh, situaties zitten die, uh, met hun lijf, die zijn hier echt te dupe van. Ja, hoe zit dat nou precies? Stel je hebt uh, rugklachten en je gaat naar een fysiotherapeut. Bij een zorgverzekeraar heb je keurig een aanvullende verzekering afgesloten voor uh, de vergoeding van, laten we zeggen, zo'n 30 behandelingen. Maar diezelfde zorgverzekeraar heeft met de fysiotherapeut afgesproken dat voor jouw type klachten gemiddeld maar 10 behandelingen worden vergoed. En de fysio krijgt dan voor extra behandelingen geen geld meer en zal dus na 10 keer stoppen. Zelfs als jouw rug meer therapie nodig heeft. Daarvoor moet je dan maar naar een andere fysiotherapeut. Je denkt dat je verzekerd bent voor een aantal behandelingen. Maar als puntje bij het komt. blijkt dat je voor jouw aandoening veel minder behandelingen krijgt vergoed. Fysiotherapeut Annemiek van der Horst kan zich goed voorstellen dat patiënten zich dan beduvelt voelen. Dat zou ik zelf zeker hebben. Dat als, en uiteindelijk is de patiënt hier in deze het belangrijkste. die voelt zich tekort gedaan. En buiten dat tekort gedaan, maar krijgt ook. Niet de juiste behandeling op deze manier. Maar fysiotherapeuten worden gedwongen om mee te gaan in de eis van de zorgverzekeraar. om het aantal behandelingen te beperken. voelt u zich onder druk gezet door de verzekeraars? Ja, zeker weten. Dat geeft echt stress in de praktijk. Het geeft stress eh, bij mij als praktijkhouder. Het geeft stress bij mijn medewerkers. Het geeft stress bij de patiënten. RTL Nieuws meldde vorig jaar al dat fysiotherapeuten. onder druk worden gezet om het aantal behandelingen te beperken. Wie veel behandelt wordt gekort. Dus kan het gebeuren dat je naar huis wordt gestuurd terwijl je klachten nog niet weg zijn. Het overkwam Chris. Hij heeft ernstige rugproblemen en sloot daarom een aanvullende zorgverzekering af met onbeperkte fysiotherapie. Maar zijn therapeut wilde hem ineens nog maar één keer per week behandelen en hij heeft twee behandelingen per week nodig. En patiënten weten dat vaak niet als ze hun verzekering afsluiten. Wij krijgen inderdaad veel meldingen, steeds vroeger in het jaar, van mensen die zeggen... hier klopt toch iets niet, word ik nou bedonderd of word ik nou niet bedonderd hier zo? Nou, vandaar dat we dit zijn gaan uitzoeken. Dit zijn de resultaten waar we nu mee komen. En daarvan zeggen we tegen iedereen die hierbij betrokken is... maak aan die geheimhouding snel een einde. Want mensen voelen zich inderdaad eh, beknot, beduveld, eh, hou hiermee op brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland zegt dat er afspraken nodig zijn om de zorg betaalbaar te houden. Alleen zorg die nodig is, mag vergoed worden. Maar de Consumentenbond voert zorgverleners. Ik kan hierdoor niet altijd de beste zorg aan mijn patiënten geven, zeg maar liefst drie kwart van hen. Terwijl de patiënt dan wel voor meer behandelingen verzekerd is. Fysiotherapeuten zijn inmiddels een actie begonnen. Ze willen dat de minister ingrijpt.